voelt een hooggevoelig persoon zich over het algemeen, anno 2016 hè, door de maatschappij begrepen. Komt een man bij de dokter, in dit geval is het Freud, en die zegt, nou, u droomt veel, u heeft een sterke verbeeldingskracht, bent verlegen, overgevoelig, snel van streek. Ja, dat klopt. Nou, dat is een grote kans dat u een hoogsensitief persoon bent. Een hoogsensitief persoon, vroeger heette dat een zeikert. Zo was het toch? Dus nee, we voelen ons over het algemeen niet begrepen. En dat is ook best wel lastig, want dan blijven we ook zoeken. Zoeken naar herkenning en veel HSP's kunnen daar ook heel erg hun best voor doen door aardig te zijn, lief te zijn en te pleasen. Mag ik trouwens even vragen van wie herkent er in zichzelf hooggevoelige eigenschappen? Kun je even je vinger opsteken? Ik kan ook vragen beter wie niet. Ja, nee, gelukkig. Dan weten we in ieder geval waar we het over hebben. Hè? Nou, en iedere HSP die heeft een proces. En het proces, misschien herken je het wel, kun je zelf ook zien waar je een beetje in zit. Het begint altijd met ontkenning van, nee, joh, dat is niet voor mij. En dan hebben ze toch, ja, misschien wel. En dan gaan we lezen, herkennen. Dan komt erkenning. Ook belangrijk om het te erkennen, want anders blijf je in de weerstand. En dan pas kan er bewustwording plaatsvinden. Zonder bewustwording is er ook geen verandering mogelijk. En als er verandering is, kan het zijn dat er bevrijding is. Dus vanaf het proces bewustwording zijn de nieuwe, dus een nieuwe situatie aan het creëren. En hoe doe je dat? Heel simpel, door jezelf te gaan onderzoeken. Door naar binnen te gaan, door introspectief te zijn. En dan pas is die verandering mogelijk. En je kunt lezen wat je wil, eindeloos blijven lezen. Gaat niet. Dus verandering zit in dit bewust er zijn. Wat zijn nou de voordelen van bewust er zijn? Er is meer ontspanning als je bezig bent met zijn. Want je hoeft niet over andere dingen na te denken dan dit. Daaruit komt meer creativiteit voort. De concentratie gaat weer omhoog. Dus ook meer energie. Als het goed is, kun je over meer genieten in het nu. En er ontstaat ook meer zelfvertrouwen. Maar, wat gebeurt er nou? De meeste HSP's zijn daar niet in het bewust er zijn. Die leven eigenlijk buiten zichzelf. Stel voor, je lichaam is een huis en ze leven niet in het huis. Ze verlaten eigenlijk, doen ze niet fout, hè? Onbewust hun eigen huis. En daardoor worden we inbraakgevoelig, omdat onze zintuigen kunnen niet zo op slot. En zeggen van ja, een collega van mij is echt zo'n zuiger zo, die zuigt helemaal energie leeg. Kom ik s'avonds thuis? Nee, hij doet helemaal niks. Jij bent niet thuis. Als je thuis bent, dan ben je zo inbraakgevoelig. Hè? Als je thuis bent, brandt er licht. Als je niet thuis bent, dan wordt het donker. Heb je een black out. Je moet eigenlijk een white in hebben. Nou, hoe verdwijn je nou uit je binnenwereld? Als het lichaam een huis is, zou je kunnen zeggen dat deze meneer heeft zo'n huis. Dat zijn ogen zijn geen ogen, maar dat zijn ramen. Dat betekent, het pijltje, dat je dus met zijn aandacht naar buiten toe kan. Vroeger deed ik met de therapie, zet ik wel zo'n kerstboompje neer met fiberglas. Dat ding dat deed de hele dag rood, groen, blauw, rood, groen. Nou, gewoon naast die HSP zetten. Dezelfde tijd ging dat gezicht naar die kerstboom. Kan dat ding niet uit? Ik zeg, ja, er zit een stekker aan, hè? Ik zeg, ja, heel mijn aandacht gaat eruit. Ik zeg, oh, is ook toevallig. Want als je met je aandacht op de kerstboom zit, ben je uit jezelf weggegaan. En dan ben je niet meer in je binnenwereld. Je bent op de kerstboom, zit je. En dan komt het zo binnen, dit gaat niet op slot. En dan gaat het irriteren, gaat op je hart zitten en dan word je weer moe. De deuren van het horen, precies hetzelfde. De grasmaaier van de gemeente komt straks weer bij mijn werk zijn best doen. Dan maakt een klerenherrie dat ding. Huppakee, komt hij weer aan. Ja, zit hij weer met zijn grasmaaier. Met mijn aandacht op de grasmaaier. Ben je uit jezelf weggegaan en dan komt het nog veel harder binnen. Hè? Gaat het voelen. Geluiden worden gevoelens. Want ik ben niet binnen. En we hebben nog een geheimzinnig zolderluikje.
daar huurt de familie Mind een afdeling. En die willen het liefst jou met stoelen en al naar boven trekken zo. Dan willen ze je opsluiten in de kast van een toekomst. Denken over de toekomst. Denken over het verleden. Of denken over wat andere mensen over mij zouden kunnen denken. En of je nou in de toekomst of het verleden bent of met andere mensen bezig bent, je bent niet meer beneden. Nou, en die kalkt je hele muur vol met horrorfilmscenario's van wat er allemaal fout kan gaan in je leven. En denken wordt ook nooit moe, hè? Heb je dat ooit opgevallen? Lig jij zelf met 42 graden koorts in bed? Als je nog niet naar je werk kunt kruipen, dan denk je, ben je ook nog maar een lambal. Denken zal nooit zeggen van, nou, ik ben moe, ik ben even stil. Wat zijn nou eigenlijk de gevolgen als je dus heel vaak in de buitenwereld leeft? Misschien herken je het wel. Spanning en stress ontstaat, meer vermoeidheid, sneller emotioneel. We hebben heel makkelijk negatieve gedachten, dat is ook zoiets grappigs. Je zit niet goed in je vel en je energie gaat omlaag. Als je slecht slaapt elke avond, gaat je energie omlaag, toch? Die gedachten denken van, oh, die Verstaver die is laag in zijn energie. Kom op, gaan we ze alle even negatieve gedachten. Dan denk je veel negatiever dan als je heel goed in je vel zit. Hè? Als je depressief bent, ben je eigenlijk afgestemd op de radio op Depri FM. Die hoort de hele dag, hoe word je blij van? Maar ben je verliefd? Toen ik verliefd was, lang geleden, weet je nog? Toen had een keer heel hard gesneeuwd. En ik dacht van, oh, moet ik verdomme vanuit Brabant naar Amsterdam lang laufen? Ik ga toch? Love Radio. Hele dag gooi je positieve, vrolijke muziek. Dan heb je heel andere gedachten. Wat ook vaak voorkomt bij de gevolgen als je vaak in de buitenwereld leeft, is dat je nergens aan toe komt. Voel je een beetje zo. Maar hoe kan ik nou in mijn binnenwereld verblijven? Want dat is natuurlijk ook de vraag, hè? Nou, in je binnenwereld verblijven kun je door aandachtsgerichte opbouw van je eigen woning. Het is een metafoor. Wat ik met mensen doe is letterlijk hun eigen woning samen gaan opbouwen in een aantal stappen. We beginnen altijd bij de fundering van de woning. Je voeten. Het is niet je ademhaling. In het begin had ik dat ook al eens geprobeerd. Mindfulness doet dat natuurlijk wel. De ademhalen. Maar wat ik zag was dat mensen op een gegeven moment moeite hadden om hun gedachten waar te nemen. Ik dacht van, als ik nou naar de voeten ga. En toen lukte het ineens veel beter bij veel mensen, dat ze met hun aandacht verder weg zaten van hun hoofd. Zo leek het. Als de fundering is gelegd, dus de voeten zijn gelegd in je aandachtsgerichte opbouw, dan reduceren ook de lasten van de buitenwereld. Dan heb je eigenlijk een beetje maling aan de buitenwereld. Het is een smerig gebaar, maar zo voelt het wel. Voilà. Denk je nou echt dat ik hier 15 jaar geleden had durven staan? Dus bewust er zijn in het hier en nu is heel belangrijk. Waarom is het hier en nu zo belangrijk? Het is het enige moment in ons leven waarin alles gebeurt. Er is geen ander moment dan alleen maar dit. Toch? Mensen altijd met die uitspraak, tijd bestaat niet. Klopt dat wel? Ja, tijd bestaat alleen als je eraan denkt. Ik moet straks even naar de Jumbo. Dat is een gedachte op zichzelf, hè? Het was gisteren wel koud nog op de barbecue. Dat is ook een gedachte. Maar dat is niet het verleden, het is een gedachte ergens over. Nu, dit is het enige moment wat er eigenlijk echt gebeurt. Maar wat is het nu? Maar de meeste mensen ervaren hier als plaats en nu als tijd. Nu, 11:04. Maar wat beleven we eigenlijk zoal in het hier en nu? Want om in het nu te zijn, eigenlijk kunnen we niet in het nu zijn, hè? Al loop je sneller dan je schaduw en je schaduw komt achter jou aan, dan gebeurt het ook in het nu, toch? We kunnen niet, maar we kunnen wel onbewust zijn in het hier en nu. Fysiek kun je er niet uit. Horen, zien, voelen, ruiken, proeven is wat we in het hier en nu beleven. Als je iets ruikt, ruik je het nu, toch? Het tweede groep van de drie belevingsgebieden in het nu
zijn gedachten en mentale beelden. Een mentaal beeld is bijvoorbeeld het beeld wat je kunt hebben van Mark Rutte. Ik weet niet of je daar blij mee wordt, maar ik bedoel maar een beeld. We hebben allemaal een plaatje van op de harde schijf, hè? Dat is ook een gedachte. Droom is ook een gedachte. Pastoor was. En die gedachten, zou je kunnen zeggen, die hebben we in twee grote groepen. Grofweg zijn het abstracte gedachten die gaan over de toekomst, het verleden en andere mensen. Die hebben niks met het nu te maken. En die heb je zowel positief als negatief. Positieve abstracte gedachten komen met therapie. Ik heb nooit iemand gehoord die zegt van ja, ik moet de hele tijd denken dat ik de staatsloterij win, zeg. Pof. Maar negatieve abstracte gedachten van ja, dan moet ik naar de tandarts. En nou, die vent die loop ik altijd uit en hij knoflook eet hij altijd. Dat vind ik ook zo verschrikkelijk. Dan als ik knoflook eet. En heb ik al een gat in mijn kiezen, hoe dat ik 4 keer terugkom. Zenuwen, ik ben niet van verzekerd. Lijden in het nu. Dus er zit vaak een emotie vast aan de gedachten die daaraan vooraf gingen. Of over het verleden. Spijt, schuldgevoelens en wat we allemaal anders hadden moeten doen. En andere mensen, wat ze bijvoorbeeld over je zouden kunnen denken. Maar we hebben ook gedachten die te maken hebben met het nu. Want als nu het enige moment is dat bestaat, dan moeten we ook wel gedachten hebben die te maken hebben met het nu. Ik zal even het raam dicht doen, want het is hier koud. Is een gedachte die te maken zouden kunnen hebben met het nu. Of bijvoorbeeld, je kunt heel goed koken. En je bent voor vriendinnen aan het koken en je bent een rode paprika aan het ontleden. En dan heb je van die witte pitjes in en die ben je aan het wegsnijden. Zo, met een mesje eruit. En ineens krijg je de gedachte, ik zal er dadelijk witte peper erheen doen door het eten. Je moet even stoppen en denk van, is dat wat, witte peper? Doe het gewoon. Maar hoe kom je nou aan die gedachte, witte peper erheen doen? Heb je die zelf bedacht of kwam die gewoon op? Heb je afgeteld van, weet je wat ik ga doen? Ik ga het van aftellen van 3 naar 1 en als ik dan bij 1 ben, dan ga ik denken dat ik een witte peper erheen doe. 3, 2, 1, zo gaat het niet. Maken we de gedachte zelf of krijgen we hem? En krijgen we hem dan van wie? Eigenlijk ontstaat hij, want alles wat je aandacht geeft, groeit. Dus ook positieve of creatieve gedachtes. Alleen de gedachte komt op, had ook kunnen zijn dat het nootmuskaat was. Ik dacht, sla er nou op man, dat is zo vies. Ga je er niet doorheen doen, dat is helemaal niet lekker. Dus. En de laatste zijn de emoties. Vreugde, verdriet, verrassing, angst, woede en walging. Er zijn visies over. Dat zijn de basisemoties voor ieder mens. Ik vind niet iedere stroming, maar in dit geval ga ik er even van uit. Nou, dan ben je dus in het nu. En heel veel trainingen of cursussen die houden daarbij op. Maar ik vind, dan ben je wel in het nu. Maar in het nu heb je ook nog een buitenwereld en een binnenwereld. En heel veel HSP's die leren in het nu te zijn, maar dan hebben ze nog steeds die last van die sirene van de politie. Of die blaffende hond van de overbuurvrouw. Dan moet je eigenlijk naar binnen. Dus de volgende stap, als ik bijvoorbeeld vroeger te laat was, 5 over 5:30 eten, zei mijn moeder, Antoine, en nu naar binnen. Dus eigenlijk, zo moet je dat tegen jezelf ook zeggen. Dan ben je het nu, en nu naar binnen. Dus je moet de binnenwereld gaan ervaren als je in het nu bent. En dan vervolgens daar ook in verblijven. Want wanneer is iets nou een binnenwereld en wanneer is iets nou een buitenwereld? En ik wil eigenlijk gewoon vanuit deze tekening wil ik even laten zien wat voor de meeste mensen binnen- en buitenwereld betekent. Nou, als het binnenwereld en buitenwereld is ontdekt, het hier en nu is ontdekt, dan gaan ze bijvoorbeeld kijken van wat is nou binnen en wat is nou buiten. Nou, in dit geval, voor veel HSP's zijn de geluiden buitenwereld. 340 meter per seconde verplaatst geluiden, geloof ik, hè? Dus daarom zeggen ze vaak van, oké, geluiden komen naar mij toe. Jij bent het centrum van alle geluiden. Blijkbaar ben je zo belangrijk dat alle geluiden wel naar jou toe komen. Maar daar zit een tijdverschil in, dus geluiden vinden plaats voor de meeste HSP's in de buitenwereld. Zelfs als objecten. Het zien van dit scherm is voor jullie waarschijnlijk een buitenwereldervaring. Het scherm zit niet in jou. Nee, het zit buiten je. Het heeft een afstand. Voelen is vaak een binnenwereldervaring voor de meeste mensen. Als het niet zo is, dan moet je er iets aan gaan doen, want dat is niet fijn. Bijvoorbeeld
moe zijn, slaap hebben, hoofdpijn. Jij bent de enige op aarde die dat kan voelen. In principe is niemand kan bij jou naar binnen en zeggen van, oh, zo voelt zij hoofdpijn. Dat kan niet, dat kan niemand. Jij bent de enige die dat kan. Daarom is het binnenwereld. En voor veel mensen, niet iedereen, is ruiken binnen en proeven ook een binnenwereld ervaren. Maar niet altijd. Maar in dit geval is het heel belangrijk om te weten dat voelen een binnenwereldervaring is. Voelen doe je in het nu en voelen doe je in je binnenwereld. Heb je twee vliegen in één klap. Dat is de bedoeling dus, om te gaan voelen. Want het is het grootste zintuig wat wij hebben. Alleen we zijn er eigenlijk niet altijd mee bezig. Heel vaak niet eigenlijk. En dat leren we dan mensen om wel om te leren gaan in het nu, in hun binnenwereld. En dat heet de binnenwereld-buitenwereldmethode. En die bestaat uit 5 stappen. En ik wil eigenlijk gewoon eens kijken of we eventjes een kleine korte demo kunnen doen met z'n allen. Degene die mee wil doen. En één iemand hiervoor. Maar dan wil ik eigenlijk iemand weten, even vragen iemand. Ik weet dat misschien helemaal dat je het hartstikke eng vindt, moet je het ook gewoon niet doen. Die daar wel last van heeft, van ik leef vaak in de buitenwereld met mijn aandacht. En ik zou eens willen kijken hoe het is om in het nu te zijn en dan ook in mijn binnenwereld te zijn. Wie? Heb je wel? Ja? Ja, ik ben wel veel daar bezig. Je bent veel in de buitenwereld bezig? Ja. Oké, okay. Zou je willen meekomen? Okay. We zitten daar toch met onze ogen dicht. Dus, okay. Nou, dankjewel dat je me... Ik zal even een stoel pakken. Je kunt ook, als je bijvoorbeeld thuis meekijkt of hier zit, misschien wel leuk om eens mee te doen. Het is een hele korte introductie om eens te kijken om het in het nu te zijn en in je binnenwereld te zijn, wat een kleine basis is van een groot geheel. Hè? Het is maar een hapje van het geheel, maar het kan voor veel mensen toch al een behoorlijke verschuiving betekenen. En wat we dan gaan doen, is de volgende stap is dat we dus leren om vervolgens in het nu te zijn in de binnenwereld. En de basis, hè, wat we zeiden, is de fundering, is de voeten. En dan wil ik eens een ervaring overhandigen. Zouden jullie allemaal jullie voeten eens op de grond kunnen zetten? Een eucharistie-viering voor HSP's. Nou vraag ik altijd aan mensen of ze hun ogen zouden willen sluiten. Maar waarom zou ik dat vragen? Dat je dan betere concentratie hebt naar binnen. Dus of je tenminste, oog... dan lijkt het alsof de buitenwereld wat verder weg is. Ja. Dus je komt wat makkelijker naar binnen, zeg maar. Binnen? Ja. Ja, dus als we onze ogen, onze rolgordijntjes dicht doen, dan gaan we in ieder geval niet zo makkelijk daar naar buiten. Dus we zitten wat meer in onze binnenwereld. Willen jullie allemaal je ogen dicht doen als je mee wilt doen, hoor? Wees gewoon eens benieuwd. En ga eens met je aandacht, als je je ogen dicht hebt, naar je voeten toe. En kijk eens hoe dat voor jou voelt, nu, in het nu van nu. En tast ze eens af met je aandacht van, zit er een verschil bij mij tussen links en rechts in de beleving van temperatuur? Hoef je geen antwoord op te geven hoor, maar wees gewoon eens benieuwd. Of voelen ze allebei eigenlijk wel even groot? Heb ik bijvoorbeeld één voet die wat groter voelt? Of staan ze wel allebei even hoog? Of misschien heb je wel het gevoel dat de een steviger of zwaarder op de grond staat dan de andere. Het kan ook zijn dat het lijkt alsof je tenen kouder voelen dan de rest van je voeten. Hoe is dat bij jou? Ja, wel grappig. Mijn linkervoet lijkt hoger te staan. Ja, dan die rechter. En mijn rechtervoet tintelt meer. Oh, oké. Nou, dat is al heel wat. Oké, hou je ogen maar gewoon gesloten. Ik zit toch wel in de buitenwereld. Oké, dus er zit een verschil tussen links en rechts. De onderkant van je voeten, tot en met je hiel, kun je wel voelen, denk ik, dat daarbij de hiel wordt. Tot en met je hiel voel je wel in je voeten. Hè? De schoen, de zool, toch? Kun je wel voelen, hè? Ja. En de bovenkant, de wreef van je voeten, die maken ook weer contact met de schoen die je aan hebt, de laars.
Maar vanuit de fabriek hebben ze ook van alles in je voeten gestopt. Botten, weefsel, pezen. Er stroomt bloed doorheen. Zenuwen zitten erin. Een soort opvulling. Ik noem dat de binnenkant van mijn voetengevoel. En voor de een voelt dat als een massa. En voor de ander voelt het als volume. Als warmte, zwaarte, klei. En weer iemand anders heeft, nou, het is net alsof ik mijn bloed voel stromen als stroming of tinteling of prikkeling. Hoe zou jij dat noemen? Zwaar. Zwaarte. Tinteling. Oké, zwaarte, tinteling. Nou, het enige wat je hoeft te doen, is met je aandacht daarbij te blijven. Dan geef ik je even de ruimte allemaal. Blijf met je aandacht eens bij de sensatie van de binnenkant van je voeten. Voel maar eens. En als er een gedachte opkomt over de toekomst, of het verleden, of andere mensen, dan kun je dat opmerken en dan ga je weer terug. Blijf bij je voeten, hè. En mochten er geluiden zijn in de buitenwereld, en je gaat daar met je aandacht heen, en je merkt dat op, ga je weer terug. De voeten zijn de fundering van je huis. En stel je eens voor dat er op je enkels, links en rechts, een kraantje zit. Of een draaiknop, zoals je ook hebt op de radiator van de verwarming. En als je die opendraait, dan stroomt het warme water zo de radiator in. Maar het gaat niet in één keer, dat gaat geleidelijk aan. En zet je kraantjes, je draaiknoppen bij je enkels is helemaal open op 5, zodat het gevoel van de voeten ook verder kan stromen de onderbenen in. Hoef je niks voor te doen, gaat helemaal vanzelf. Zo richting de kuitspieren, links. En rechts. Maar ook aan de voorkant van de onderbenen, scheenbenen, ook links en ook rechts. Zo'n beetje maar naar het midden van de onderbenen, net als in de sauna, dan raakt het water tot die hoogte, de onderbenen aan. Maar nu is het meer de innerlijke vloeistof van zijn, de innerlijke vloeistof van aanwezigheid. En laat het maar eens doorstromen tot aan je knieën. Linkerknie. Rechterknie. Er komt een moment dat je merkt dat het de knieën wel heeft bereikt. Hoe gaat het bij jou? Ja, ik voel hem. Ik word af en toe afgeleid. Dat ik denk, oh ja, wat zei je nou ook alweer? En toen hoorde ik je verhaal weer, toen dacht ik, oh ja, ik moet naar boven. Ja. En toen hoorde ik dat blaas gebeuren. En dan ga je weer terug. En dan zeg ik inderdaad van, hup, weer terug met de aandacht. Maar ik kan hem wel telkens weer oppakken. Oké. Okay. Dus ik zit wel bij mijn knieën nu. Ja, alsof je alles onder de knie hebt. En het voelt ook heel zwaar, alsof ik nu niet, als je tegen mij zou zeggen, nu ga opstaan, zou ik niet kunnen. Nee. Maar je hoeft ook niet op te staan, hoor. Maar doe de kraantjes maar dicht, zodat het niet verder kan stromen dan je knieën. Mm-hmm. En dan mag je eens voelen hoe groot dat stukje binnenwereld voelt. Je voeten plus je onderbenen. Dat is best wel al een stuk, hè? Je zou eigenlijk kunnen zeggen, tot aan de knieën is het beton gestort. Het geeft wat zwaarte, vaak stevigheid, ook tijdens het lopen. En het is een snelle oefening, want we zitten ook met de tijd. Ik wil vragen of dat je toekomstige rolgordijntjes je ogen dadelijk opent, maar blijf dan ook bij alles onder de knie. Dus hou vast. Zelfs als je de hond uitlaat, laat je de riem ook niet los als je tegen iemand praat.
dan loopt die weg, die hond. Als wij onszelf loslaten, raken we onszelf kwijt. Het is heel belangrijk om contact te houden met onze eigen aanwezigheid. Want nou voel je ook nog wel je voeten en je onderbenen, hè? Ja. Stel nou dat je, dus nu ben je in het nu, en omdat je aan het voelen bent, ben je ook binnen. En het grappige is, nu kun je ook nog praten over de toekomst, het verleden en andere mensen, zonder daarin te verdwijnen. Want wat ga je morgen bijvoorbeeld doen? En praat dus vanuit alles onder de knie. Het lijkt misschien of dat je een beetje langzamer praat. Kun je er iets over zeggen? Ja, morgen ga ik een visum aanvragen voor India. Oh, dat is heel lastig, want dan moet je heel veel bladen invullen. Ben je nog bij alles onder de knie? Ik voel hem nog tintelen. Praat daarvan uit. Nou, dus ik hoop dat dat lukt. En dan moet ik nog pasfoto's maken. Die zijn vierkant voor India en niet normaal. Ja. Ben je nog bij alles onder de knie? Terwijl je praat. Voel je het nog? Ja, ik voel hem nog. Hou vast, hè? Ja. Misschien praat je wat langzamer in het begin. Nou, ik merk dat ik naar de grond kijk om me te blijven concentreren. Ja. Ik denk dat als ik opkijk, dan ben ik weer weg. Of dan... Ja, terwijl je mij nu ziet, kun je toch nog wel je voeten en je onderbenen voelen, toch? Of heb je nu geen onderbenen en voeten als je mij ziet? Ja, ik voel het nog wel. Ja, hè? Ja. Want nou kijk je, je ziet me wel, maar je kijkt niet naar mij toe. Dus je blijft eigenlijk binnen. Ja. We worden niet blind, we worden niet doof als we in de binnenwereld blijven in het nu. Ja. En dan kunnen we nog steeds praten over de toekomst, het verleden en andere mensen zonder onszelf dus kwijt te raken. Ja, en maar ik heb nu ook het gevoel dat ik dwars door je heen kijk. Oké. Vertel eens iets over me dan. Nee, maar dan praat ik, maar dan heb ik nog een gedeelte van de aandacht inderdaad. Ja. Dus het is een beetje gesprek. Het lijkt alsof je in het begin twee dingen tegelijk moet doen, hè? Ja, ja, dat ik dus dat ik dan naar beneden kijk even met mijn aandacht, omdat ik het vast probeer te houden. Ja, terwijl je dan ook nog praat. En dan ook met jou praat. Dus je raakt nu jezelf niet kwijt. Hè? Dit is iets wat je nu voor de allereerste keer misschien zo ervaart op deze manier. Dit zou je elke dag eens 15 minuten kunnen oefenen. Ga met je ogen dicht zitten, voel je voeten, voel je onderbenen en blijf daarbij 15 minuten lang. En probeer overdag zoveel mogelijk jezelf te herinneren dat je met je aandacht bij alles onder de knie bent. Of je loopt, of je staat in de rij bij de supermarkt, iemand vraagt je de weg en dan geef je diegene antwoord, terwijl je niet met functioneringsgesprekken beginnen. Gewoon simpele gesprekken van, nou, u gaat linksaf, een rotonde gaat u rechtsaf en dan alsmaar rechtdoor, daar is het centraal station vanuit alles onder de knie. Maar ik heb wel het gevoel dat ik minder bij je ben dan. Ja, je leeft je minder in, ja. Omdat je meer in jezelf bent. Dus ik voel wel iets meer afstand. Ja, zo, want je eigen ruimte wordt groter. Ja. Snap je? Dus je leeft je nu niet in. En we denken juist dat dat niet de bedoeling is, dat het niet aardig is. Ja, want je bent iets verder weg. En dat is de eigen ruimte die dus nu al bij jou voelbaar wordt, om in jezelf te zijn, zonder dat je je in de ander kan verliezen. Dus nu, dit is jouw eigen, je eigen thuisgevoeletje, zeg maar in het kort eventjes, wat dus veel groter kan worden. Maar dat blijft, dit is een fase, hè? Mm-hmm. Naderhand gaat het ook weer weg. En je praat gewoon heel simpel vanuit je binnenwereld met iedereen en alles, zonder jezelf kwijt te raken. Ja. Zou je eens kunnen proberen om te kijken. Het is een heel simpel oefeningetje, kun je allemaal eens gewoon eens doen. Eens kijken wat het met je doet als je bijvoorbeeld ergens bent en je hebt er last van dat je prikkels of wat dan ook ervaart. Dat was in het kort even een kleine oefening, hoe je dat zou kunnen doen. Nou, oh, veel plezier in India. Ja, dankjewel. Als we dit soort oefeningen gaan doen, zul je merken als je het bij jezelf gaat oefenen, om in je binnenwereld te blijven in het nu, dat er altijd een weerstand zal zijn als je bij je voeten bent van het denken. Het denken die doet er alles aan om niet deze oefening te doen. Want die vindt het saai, die denkt, wat is het nut? Je kunt beter je ramen gaan wassen, daar heb je veel meer aan, noem het allemaal maar op. Maar die wil niet veranderen. Hè, als we bewuster worden, dan betekent dat hij minder aandacht krijgt. Want dan ga je meer bezig zijn met bewust er te zijn. En dan wordt het stiller in jezelf en de mind wordt ook gewoon een stuk rustiger. En alles wat je aandacht geeft, groeit. Dat betekent, zoals we net de korte demo deden, hè, waar bij deze mevrouw al direct voelde van oké, ik word groter en het gaat meer aan de buitenkant plaatsvinden. Dat is een fase en die is ook nodig om het contrast te ervaren tussen altijd buitenleven, een periode heel erg binnenleven en dan komt daarna vanzelf de middenweg. Maar het is een proces, hè?
Dus dit is niet het eind, nee, dit is een proces. En alles wat je aandacht geeft, groeit. Dus ook bewust er zijn. En dan is de ervaring dat als je dat doet, dan zul je merken met de tijd dat datgene wat je niet bent, valt steeds meer van je af. Wat er wel ontstaat is meer het ware zelf zoals het oorspronkelijk bedoeld is te zijn. En dat herken je dus aan meer kracht, aan meer vertrouwen en meer vrijheid in zijn. Het is eigenlijk heel logisch. Het verhaal is heel groot. Maar ik hoop dat het toch een klein beetje heeft bereikt wat ik ermee wilde zeggen. Er zijn een aantal boeken, ik heb wat ik erover heb geschreven, Bewuster zijn met hooggevoeligheid. En het laatste boek is Hartsverhalen voor iedere HSP. En wat we allemaal heel leuk vinden is om dat ook interactief te hebben met krachtkaarten die je dan neemt. En dat kan net toevallig zijn, synchroniciteit, dat je dat kaartje pakt voor die dag waar een last, een sentiment op staat, wat voor jou dan precies klopt. En daar zit een verhaal aan vast. Als je dat verhaal dan leest, dan, als het goed is, hoop ik dan op een inzicht in je hart. En daarom noem ik het ook krachtkaarten en hartsverhalen, zodat je die dag, of die twee dagen, of die week, dat is jouw keuze, daarmee bezig gaat. Als je in die situaties komt, waarin je dat inzicht kunt toepassen. En dat zou mooi zijn als je dat als warmte kunt ervaren en dat je dat voor jezelf kunt uitbreiden. Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie aandacht. En ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad. En nog een hele fijne dag. Dank jullie wel.